Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik ben hier samen met... Monsieur Ramonski. Met Ramonski en hij heeft even lekker even mijn haar even kort geschoren. Lekker hoor, ik ben weer lekker kort. Kunnen we lekker tegen. Nou, dit is de puinhoop wat er vanaf gekomen is allemaal. Ga ik zo even opruimen. Het is weer gebeurd. Ik ben weer even lekker kort geschoren koppie. Door de enige echte kapper Ramon, hè? Ja, de kapper Ramonski, ja. Dat is helemaal super. Dat heb ik weer met mijn vakkundige inzicht weer mooi gedaan. Hè? Mm-hmm. Dat is ook mooi, hè? Mm-hmm. Dat is helemaal top knoppie, hè? Dus, het is in ieder geval weer even lekker kort. Dus, dus even lekker eventjes heerlijk. Nou, ik heb van de week... afscheid moeten nemen van mijn twee begeleidsters. Ik had al een vlog opgenomen, maar die was weer mislukt. En ik ben er nu inmiddels achter waarom die fels mislukken. Daar ben ik achter gekomen. Dat heeft te maken met dat ik de stand verkeerd heb. Ik moet op de camera moet ik de stand zetten op het icoontje van Movie. En dat is waarschijnlijk dus de fout geweest waarom... de vlogs af en toe de laatste tijd mislukte en dat ik dus corrupte vuils kreeg. Dus ik hoop dat dat inmiddels opgelost is en dat dit weer doet. Dat het weer achter de rug is en dat ik gewoon weer kan vloggen. Nou, ik ga eventjes lekker de douche in. Ik ga even die rotte haar even weg douchen altijd. Ik ga er vanavond gelijk de douche in, want het jeukt en het kriebelt aan alle kanten. En als ik dan gedoucht heb, dan is alles weer picobello. Dus nou, Ramon, heb jij nog wat heel lang verhaal te vertellen? Of ik een lang verhaal heb? Nog iets. Ik ben nog in de testtrekker geweest. Ik ben weer in de testtrekker geweest. Ik ben morgen lekker vrij. Ja, je hebt ook mensen die morgen moeten gaan werken, hè? Die nog één dagje moeten werken en dan pas weekend hebben. Maar ja... Maar ja, je hebt mensen ik ken ook mensen die zijn gewoon al vrij, hè? Die hebben al weekend. Toppie! En er zijn ook mensen die dan volgende week nog één week moeten werken en dan een hele week vrij zitten. Nou, dat knip ik er nou weer tussenuit even, want dat vind ik nou wel weer minder, Ramonski. Nou, ik ga even snel douchen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels, inmiddels zijn we alweer een dag verder. Inmiddels zijn we alweer 24 uur verder. Ik heb daarna eigenlijk niet meer gefilmd. En vandaag heb ik eigenlijk ook niet meer gefilmd. Ik ben vandaag bij mijn buurman lekker aan het klussen geweest. Die had een hecht gesnoeid moest worden en helemaal weggehaald moest worden. Dus ik ben vandaag eigenlijk een beetje lekker aan het klussen geweest in huis. Nou, voor de rest is het nog wel lekker weer. Als het goed is, zou het, dat zei ze gisteren ook al, zou het weer wat slechter worden. Maar ik wil eigenlijk, ik hoop dat het nog even goed weer blijft. Want ik wil nog even morgen een vlog opnemen. Ik ga morgen weer een buitenvlog opnemen. Ik zit nou weer binnen, 2 dagen te filmen. Dus het wordt wel weer eens een keer tijd voor een leuke buitenvlog. Ik weet eigenlijk nog niet even waar zo. Hebben jullie nog ideeën voor een leuke buitenvlog van jou? Maar... daar moet je heen. En het moet een beetje lekker in de buurt zijn. Niet zo ver hier vandaan. Laat even een berichtje achter in de comments. En dan ga ik daar misschien wel even heen met mijn camera. En ga ik er even filmen. Als je nou echt nog een leuke plek weet. Dan moet je maar eventjes een gilletje geven in de comments. Van waar ik nog een leuke vlog kan opnemen, jongens. Ja, verder heb ik eigenlijk niet echt veel meer te melden. Ik ben nog helemaal niet begonnen ermee. Maar ik heb alvast wel vanmiddag de aankondigingsvideo heb ik online gezet. Jullie weten het, Planet Coaster binnenkort. Ik weet nog niet wanneer. Ik ben nog helemaal niet ermee begonnen. Dus het kan nog wel even duren. Het zal echt denk ik pas het najaar, november, december worden... voordat deze serie pas online komt. Ik ben nog helemaal niet begonnen, dus ik moet nog 31 afleveringen opnemen. Ik had er eigenlijk al 2 weken geleden mee willen beginnen.
Maar ja, er komt elke keer wat tussen. Er komt elke keer gewoon wat tussen. En dan gaat het weer niet door. En dan kan ik het weer niet opnemen. Nou is mijn... mijn programma om het op te nemen doet het nou weer niet. Er zit weer geen geluid op. Ik weet ook allemaal niet wat er mee aan de hand is. Maar ik hoop zo snel mogelijk alles op te lossen. En dat ik dan eindelijk kan gaan beginnen met de afleveringen van Planet Coaster. Over de serie Planet Coaster gesproken. Weten jullie toevallig een leuke... een leuke achtbaannaam wou ik zeggen. Weten jullie toevallig een leuke pretparknaam? Laat even een berichtje achter in de comments hoe mijn park moet heten. Want ik ga natuurlijk een pretpark ga ik bouwen. En dan moet ik wel een naam voor hebben. Kijk, zo is die weten. Nou zie ik tenminste in ieder geval heel mijn hoofd zie ik nou toevallig. Dus weten jullie nog een leuke naam? Een leuke pretparknaam voor mijn nieuwe park, voor mijn nieuwe project? Laat even een berichtje achter in de comments. En dan ga ik de leukste ga ik gewoon de leukste zoeken. En zo gaat het dan worden. Dus ik zou zeggen, jongens, reageer allemaal even met een leuke naam voor een pretpark. En dan komt het allemaal helemaal in orde. En misschien wordt jouw pretparknaam wel de naam van mijn park. 31 afleveringen, dus het zal nog wel even een tijdje duren. Ik ben trouwens, mijn aankondigingsvideo was vlog 300. Dit wordt vlog 301. Dus we zitten inmiddels alweer op de 300 vlogs. Wat gaat het hard, jongens? Wat gaat het hard? Het gaat nou echt als een tierenlier gaat het nou echt. 300 vlogs alweer op mijn kanaal. Het groeit nog steeds, gaat het de goede kant op. Deze week even wat minder abonnees gekregen, maar het gaat echt de goede kant op. We zitten er al op 326, als ik het zo goed even uit mijn hoofd weet, zitten we al op 326 abonnees. Dus het gaat echt de goede kant op. En ja, de vlogs ook. Ik had het al voor mij al een keer eerder gezegd in een vlog. Ik dacht eventjes van nou, ik ben benieuwd met de vlogs wel de abonnees gaat inhalen. Want op een gegeven moment gingen de abonnees zo hard dat ik het qua vlogs helemaal niet kon bijwerken. Nou is dat helemaal niet nodig. Maar die vlogs die komen er toch wel. Dus vandaag. Nou, ik ga hem in ieder geval weer even afsluiten. Ik heb jullie in ieder geval weer op de hoogte gehouden. Morgen en zondag een leuke buitenvlog. Ik hoop dat het weer zo blijft. Want dan kunnen we een leuke buitenvlog gaan opnemen. Nou, ik ben nog steeds lekker blij met mijn korte haar. Eindelijk weer gelukkig. Ik heb zo hekel aan het haar. Dat gaat bij mij altijd helemaal in mijn nek en mijn nek. En dan krijg ik van die hele grote nekharen. Lange nekharen krijg ik. Dus ik ben echt ontzettend blij dat ik weer lekker kort geschoren ben. En ja, in ieder geval... is het een stuk makkelijker als je 's ochtends opstaat. Want je hoeft niks meer aan, ik hoef in ieder geval niks meer aan mijn haar te doen. Nou, in ieder geval vonden jullie deze vlog. Ja, het was een beetje een random vlog, een beetje een rare vlog. Met ineens 24 uur ertussendoor. Maar vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal heel erg snel weer. De groetjes allemaal. En oh ja, voor mij heb ik alles gezegd. Abonneren, duimpje omhoog en druk op het belletje. In ieder geval, de groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Boss.